Vrienden, het heeft toch geholpen. Ja, die proteststem. Ja, op de Caroline. Ja. Dat zei ik. Alle ballen op die BBB en op Caroline. En dan zul je zien. Dan zijn ze gewaarschuwd in Den Haag. Nou, dat is dus gebeurd. Hé? Wat zien we nu? Ja, we zien paniek. Ja, dagen overleg. En dat is alleen maar overleven, vrienden. Dat is wat ze aan het doen zijn nu. Alleen maar overleven. En proberen dat kabinetje nog een beetje in leven te houden. En meer is het niet. Het land besturen, daar zijn ze al lang mee opgehouden. Ja, tuurlijk. En die Rutte, ja, die moet gewoon zich gaan melden bij een of andere club gewoon. Die onderin staat in de Eredivisie. Want die is alleen nog maar, want niemand beter dan hij. In tijdrekken. Het is alleen maar tijdrekken, vrienden. Het is alleen maar dingetjes vooruit duwen. En meer niet. Weet je wat het is met die gasten van het kabinet? Die komen deze winter, hè? Die komen ze sowieso niet zonder werk te zitten. Nee, die kunnen altijd zo aan de slag. Als sneeuwruimer. Ja, want die mensen, die schuiven ook altijd dingen voor zich uit. Ja, dus niks aan de hand. En ik heb me trouwens dat proberen voor te stellen, hè? Dat gedoe tussen Wopke en die kakelende. Zie je het nou voor je, die twee? Ja, want die kakelende, die is van de afdeling VEV. Jullie weten het wel. Het vervelende, efficiënte vrouwtje. Ja, dat zijn de dames waar helemaal niks mee te regelen valt. En je had hier hakken in het zand en hier is een streep en regels zijn regels. En oh nee, dat gaan we niet doen. En we gaan het doen zoals we afgesproken hebben en zo die. En dat soort gesprekken. Met die Wopke waar ook al geen glimlach op komt. En alleen maar een beetje geluid zo. Oh, je zal maar op een kamer komen te liggen in een ziekenhuis. Nee, samen met Wopke en de kakelende. Maar dat is gezellig zeg. Ja, vrienden, dat gaat toch niks worden in de toekomst. Het kan je toch helemaal schudden. Ja, kijk, en die Rutte. Ja, voor ons is alles goed. Ja, aan de VVD zal het nooit liggen. Nope, die is er al niet tussenuit. Weet je wel, die laat het lekker tussen CDA en D66 en zoekt het lekker uit. Ja, dus, vrienden, dat is allemaal aan de hand. Ja, en jullie en ik, wij kunnen ons nu al opmaken. En ook, ja, verheugen. Ja, dat doen we natuurlijk. Daar kijken jullie natuurlijk ook naar uit. Naar dinsdag. Ja. Dinsdag. Hey, allemaal, heel veel plezier.